Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Mijn excuus, het is zondag. Ja, de 22e van de 9e, 2024. En we leven alweer reeds, schrik niet, om 15:47. Vergeet nog de wasmachine aan te doen. Wat verdikje. Ja, ik ben druk bezig geweest. Ik heb maar weer gepoedeld en alles weer gedaan, dus ja. En ik heb de wasmachine gevuld. Weer met kleding, kinderkleding, baby. Ja, het is geen babykleding meer, het is peuter, kleuterkleding. Laat ik het zo maar gaan zeggen. Van Karin en Roderick, maar wat ik met mijn grote pot knopen moet, ik weet niet. Kan die naar de kringloopwinkel of is dat er per ongeluk bijgekomen? Ik weet het niet. En je regendekje van je kinderwagen? Ik niet weten. Nee. Maar ja, dat bel ik je wel over ook. Ja. Ik niet weten. Nee. Ik denk wat moet ermee? Kan ik niet in de wasmachine doen hoor. Een regendekje voor een kinderwagen. Nee, dat gaat het hem niet worden. Maar in ieder geval, ik ga de meisjes houden laten, maar ik ga eerst weer naar boven om die wasmachine aan te doen. Want dat ben ik vergeten, die moet draaien. Punt. En dan ga ik de meisjes houden laten. En ik ga hier aan de gang, ik wil dat weer schoon hebben. En ik moet weer een vlog in elkaar zien te flansen. Ook dat gisteren heb ik niks gedaan. Nee, zo voor Karin niet, zo voor mij niet. Dat moet wel gedaan worden. En ja, ik ben heel erg laat omdat ik gewoon geslapen heb. Ja, geslapen. En toen ben ik vanochtend één keer wel wakker geweest. En toen was het mij nog te vroeg. Het is zondag, wat moet ik er zo vroeg uit? En toen heb ik wel de meiden buiten gelaten. Althans, Rijka. Want die bleef slapen. Dus Rijka, die is alleen nog buiten geweest. Oh nee, wel, jij kwam op een gegeven moment ook nog naar beneden. Jij is ook zo. Die is ook nog buiten geweest. Nou. Daarna stonden hun alweer voor de deur te drammen van ik wil naar boven. Dus deur open en Rijka die was al eerst boven. Ik denk oké. En ik kom boven, toen was ze alweer geen veld of wegen te bespeuren, lag ze alweer onder het dekbed. En die ging verder snurken. Nou, Elwin op bed, klaar, slapen maar. Hé? Ja. Dus dat dus. Ik denk, nou, maken we er een luie zondag van. Moet ook kunnen. Vandaar dus dat we er laat uit zijn. En beneden, ja, en ik ben met de was bezig geweest. Ik moet eerst uitzoeken wat het allemaal is, want ik denk, ja hallo, wat moet ik ermee? Net als een pot knopen kan ik niet wassen. En wat moet ik ermee? Ik gebruik dat niet. Nee, ik heb nooit niet zoveel knopen nodig. Ik heb wel knopen, maar dat is me niet heel, gewoon een klein beetje. En dat zijn dan van die knopen die je overal op kan zetten waar ze op kunnen. Kijk, ik heb ook een jurk die ik bij Tiki heb gekocht, bij La Scala Donna. Die het hier zo knoopjes, maar dat zijn van die paramoor knoopjes. Dus ik geloof dat ik die zelfs nog wel heb, maar ook niet al te veel van. Maar dat ligt gewoon in de naaikist. Daar moet je niet te veel van hebben van die troep. Nee, die is echt helemaal vol in. Denk zo, de jutjes. Maar ja, dat komt allemaal goed. Dat ga ik er even navragen. En anders gaat het gewoon naar de kringloop. Ja. Ik kan er ook leuke dingen van maken, dat weet ik wel. Maar zo'n hobbyist ben ik niet. Ik hou wel van knutselen, maar dan moet ik wel de manie erna hebben. Zo af en toe is, ja. Dan moet ik iets ook zien op YouTube, op TikTok, dat ik denk van, hé, leuk, net als met die bekertjes. Nou, dat zit nou in mijn hoofd, dat kan ik wel weer maken, weet je, zo. Maar voor de rest, nee.
Ik heb vroeger heel veel 3D-dingen gemaakt. Nou, ik kan kerststukjes maken, dat weten jullie ook, dus ja. Er zijn wel dingen wat ik kan, maar dan moet je er ook zin in hebben en de behoefte eraan hebben. Ik heb nou een andere salontafel. Nou ja, past mijn kleed daar wel overheen, want voor mij alleen heb ik die andere twee tafeltjes niet nodig. Ja, die kan ik voor de leuke geit hier en daar erbij zetten. Met een kerst servet erop en iets erop zetten wat met kerst te maken, dat is weer wat anders. Maar ja, ik krijg toch ook Jan, denk ik niet, want Jan die zit liever op zichzelf met de feestdagen. Ja, ieder het zijne, ik niet, ik zit liever niet alleen. Ja, het is niet anders, je bent nou helemaal alleen en je kinderen die doen wat anders, die doen dit, die doen dat. Vroeger was het nog zo, de ene kerstdag ging je naar de ene ouders toe en de andere kerstdag ging je naar de andere ouders toe. En dan deed je met oud en nieuw, zat je ja, ofwel op jezelf met als gezin zijnde. Of je ging uitzitten bij het ene jaar bij jouw ouders en de andere oud en nieuw ging je uitzitten bij zijn ouders. Noem maar wat, weet je. Wat dan ook. Maar in ieder geval, ja, het is, deze tijd is heel anders en je moet er gewoon maar aan wennen dat je met de feestdagen alleen zit. Nou ja, hoef je ook niks extra's te koken, dan kun je bij wijze van spreken je dieet blijven volgen of wat dan ook, weet je, zulke soort dingen. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet, want het is gewoon weer prachtig mooi weer. Ik zit er ook luchtig bij, ja, die kwabbels die hebben we allemaal. Maar de 50PLUS Club, mijn groep op YouTube, wil ik zeggen, op Facebook. De dames, die mochten op een gegeven moment van mijn vorige team, en dan heb ik het over twee personen, ik noem geen namen, en die twee personen, die zijn er vandoor gegaan, die zijn ook uit de groep en alles, moeten hun weten. Anders had ik ze er wel uitgezet. Eentje heb ik wel weer gelukkig terug, want ik dacht dat die er ook bij hoorde. Ja, ze hoorde bij mijn team, maar zij wist van niks. Nee, ook dat kan nog, hè. Dat er twee buiten worden gesloten. Het hoofd en een andere, omdat die misschien heel goed bevriend is met het hoofd. Het kan, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dan mocht... Nou ja, ik doe het even expres iets lager. Dit mocht niet. Je mocht geen gleufjes zien, geen spaarpot. Mijn moeder noemde dit een spaarpot. Waarom niet? Je ziet toch verder niks. Het is bedekt. Ik heb bij jou en alles. Het is bedekt. Wat is hier verkeerd aan als een vrouw een lage décolleté heeft? Ik weet het niet. Ja, en ja, ik heb tattoos. Ik ben er trots op. Ik mag het laten zien. Dit is al een hele oude, dit is mijn eerste. Daar, in die banner, behoort Jack te staan. De naam van mijn geliefde man die nou in de hemel is. Nou. Oh, dan ga ik zo vallen. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Er zit een roos bij. Dat is een portret van mijn man. Dan mag ik toch trots op zijn, mag ik toch laten zien? Ja, dus. En dan nemen we de andere kant. Daar heb ik het sterrenbeeld maagd van mijn dochter Katja. Waarom heb ik daar mijn meisje Katja? Omdat die van mij afgepakt is. Samen, ja, ook Karin is toen destijds van me afgepakt, maar die heb ik weer, weet je. En die andere twee, ja, die zijn beïnvloed, gehersenspoeld, gemanipuleerd door een derde. Maar mijn jongste, die is me echt afgepakt voor de zoveelste keer. Door die pleegmoeder die ze had, maar het was eigenlijk geen pleegmoeder, dat was eerst een pleegzus, later werd het pleegmoeder. Hoe dan? Van pleegzus naar pleegmoeder? Hoe kan dat?
ga jij je afvragen, denk ik. Nou, dan kom je maar in mijn messinger om dat te vragen. Ja. Maar in ieder geval, die is dus wederom van me afgenomen, want we wisten dat ze in het huis had, van Cerelo, in Ede. Maar dat schijnt leeg te zijn. En na de laatste verhalen die ik vernomen heb, zijn verhalen, of het zo is, Joost mag het weten, want ik heb er mensen op zitten, betrouwbare mensen, dat ze nou ergens in de omgeving van Gouda moet zitten. Dat dus, ja. Maar, of dat zo is, dat weten we nog geen van allen. Dat wordt nog allemaal uitgezocht. Ik kan net zo goed wezen, God, hou me vast, dat ze er niet meer is, hè. Want waar zijn de kinderen? Weten jullie nog, waar zijn de kinderen? Een heleboel zijn er niet meer, hè. Nee, die liggen in een massakuil. Dus, ja, dood. Door derde weer, hè? Ja. Maar je weet het niet. Ik weet het niet waar ze is. Ze is gewoon voor mij momenteel van de aardbodem verdwenen. Ze heet Anatevka Katinka, roepnaam Katja, achternaam Hoekstra. Ja, nou, jullie hebben haar met een verjaardag ook gezien. Ik ga haar straks, als ik alles klaar heb, pak ik haar er weer bij en dan hebben we het weer even over haar. Want ze moet toch terechtkomen, op wat voor manier dan ook. En ze moet thuiskomen. Ja, ik weet dat ze centjes heeft. Ik weet dat ze een pasje heeft. Ik weet dat ze de pincode weet. Dus ja, Katja, kom naar huis. Als je dit mag horen, kom naar huis. En anders hoop ik dat er mensen zijn die dit doorvertellen en dat Katja het krijgt te horen. Waar ze ook mag zijn. Is het in Ede, is het in Gouda, is het weet ik veel waar, maar kijk naar dat meisje uit. Ze kan ook lang haar hebben, ja, ze had daar ook al wat lang haar, maar ze had toen in een knoedeltje, geloof ik, dat ze het had gedaan, of een staart of zo, met een pony. Want het is een mooi meisje, weet je, ja. Ja, en ze is gewassen, maar daar ook niet. Dus, maar oké, en ze was klein van stuk. Qua lengte lijkt ze jonger, ja. Lijkt ze misschien, ja, 16, 17, ja, nou ja. Ja, ik weet niet, ja, hoe oud ben je wanneer je uitgegroeid bent? Dat is tegenwoordig ook verschillend. Vroeger was het met 18 jaar, maar je hoort nou dat er nog mensen in de groei zijn als ze tegen de 30 lopen. Dus ja, hoe dan? Weet je? Nou, en ze is van 1998. Dus reken maar uit. 28 augustus 1998 is haar geboortedatum. Katja Hoekstra. Geen kat? Nee, daar heb ik een hekel aan. Het is Katja. En de volledige naam is Anatevka Katinka. Ja, en ik had een gemeentehuis, ja, die hebben fouten gemaakt, maar dat doet er niet toe. Nee, maar in ieder geval, onthoud dat, lieve vrienden, en woon jij in Gouda, ga op zoek naar haar en vraag wie haar kent of wat dan ook. Want ze moet thuiskomen. Ja, dan kunnen we er hier of verder helpen. Zo simpel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Gaan wij hier ook doen. Ik ga naar boven toe, wasmachine aanzetten. En dan gaan we lopen. Ja. Dus ga met die banaan. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik was bijna vergeten om boodschappen te gaan doen. Ja, ik zat zo lekker even te chillen. Ik denk, nou, even koffie en tanden vandoor. Het is, ja, de winkel is toch tot 9 uur, 10 uur open, zoiets. Dus ik heb de tijd nog en het is 4:15 op de klok. Dus zoiets. 13 minuten over, ja. Dat ik ga de bewolking in, want het is in die tussentijd bewolkt geworden. Het is nog wel 21 graden, maar ik zit op de booster, dus ik heb er een jas erbij aan. Twee dunne dingen, een vest en een jas. En boodschappen doen. Ja, dat dus. Ik zou zeggen, geniet
En tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En ik hoop niet dat jullie een gebrom horen. Want ik heb ook een lader staan. Maar in ieder geval, we hebben boodschappen gedaan. En dat er lieve mensen bestonden, dat weten we. Maar dat ze toevallig ook aanwezig waren in de winkel, dat weet je nooit van tevoren. Maar in ieder geval, ook heb ik Perry weer gezien, mijn maatje, ja. En er was bij de kassa ook een lieve vrouw. En die was ineens mijn vleeswaren aan het opstapelen. En de boel een beetje naar mij toe te schuiven. Ook helemaal top, geweldig, die lieve mevrouw, dank je wel. Ze heeft me de vleeswaren ook aangegeven en de flessen azijn, zodat ik door kon gaan met inpakken. Ja, en er was nog een lieve mevrouw, dat was nog in de winkel zelf. De winkel die heeft natuurlijk ook die kraampjes voor spullen, voor wat eigenlijk van een ander is. Ja, met strijkijzers, nou dat behoort een supermarkt in principe niet te verkopen, maar het is er. Waren er ook gewichtsdekens, geloof ik, die zijn zwaar, die dekens, om op je lichaam te hebben. Karin die heeft er ook een en die vond het toen destijds ideaal dat ze hem gekocht had bij, meende ik, Action of weet ik van waar. Maar nou hadden hun dat ook, maar ik kon die tas amper uit dat mandje halen waar het in lag. En toen was er een vrouw, wou hem hebben. Ze zei, nou, ik zeg wel weten hoe zwaar die is. Nou, ze zijn nogal loodzwaar, ja. Ze zegt, maar ik heb er ook nog een. En mij is die te zwaar, die mag u zo hebben. Oké. Dank je. Ik wil hem wel hebben. Ze zegt, ik ga nou toch naar de kassa, want ik ben klaar. Ze zegt, Als u klaar bent, dan wacht u buiten. Ze zegt gewoon vlakbij. Ik ga hem ophalen en ik doe hem in de tas. En dan breng ik hem bij u. Nou, ik heb hem. Ah. 1, 2. Oh, la. Grijs van kleur. Deze, dat kan ik wassen. Maar wat er weer in zit, niet. En hij is lood. Zwaar, ja. Inderdaad. Die krijg ik niet naar boven. Hop. Zo. Nou ja, ik zei dus al, 2 flessen azijn. Want ook de waterkoker moet ik schoonmaken. En ik gebruik het met eieren koken, want dan breek je eieren niet. Oké, als de eieren gekookt zijn, moet je ze wel even goed wassen met je vingers om dat bruine of ja, er zit erop op, dat komt door die azijn. Moet je er even afspoelen met een beetje zacht straaltje koud water. Eventjes eraf spoelen, goed wrijven met je duim of waar je ook mee wrijven wilt. Voor mijn part, nee. Meer een schuursponsje, ja, als het maar schoon wordt. Dus die zet ik ook eventjes op zijn plekje neer. Zo, deze, ja, die moet ik ergens anders zien te kwijt te raken, want, maar die kan niet in een kast. Nee, die is nog te hoog. Is nog hoger dan de magnetron. Nou, een bus haarlak. Kleine blikjes mais. Lekker. Zoveel eet ik toch niet. Nee. Om te bakken. Vleesje te bakken. En courgette voor op die wraps. Lekker. De rest heb ik allemaal nog. Lekker. Goudgele rakker. Je weet welk merk, hè? Ik denk, nou laat ik eens een keer wat anders doen. Ik heb wel helemaal nagekeken, dat zakje. Om te kijken. Van staat er, zit er vergif in, et cetera, et cetera. Ik zie geen één tekentje staan wat op die foto staat. Dus ja, dat dus. Smeltkaas. Ja, lekker. Dan heb ik voor het Sint Maarten alvast Thai Thai. Oké, duurt hem wel even, november. Maar het blijft goed, weet je. Zolang je die zakken dicht houdt, blijft het goed. Want anders ligt het niet al in de winkel. Toch?
blijft zelfs goed voor december als trooiengoed voor Sinterklaas en Zwarte Piet. En ik blijf Zwarte Piet zeggen hoor. En zien jullie me straks met die Sinterklaasoptocht? En je die kinderen niet bij je, dat je alleen gaat. En je ziet zo'n gevlekte Zwarte Piet. Zeg je van, jij bent geen Zwarte Piet, jij moet terug naar huis. Want je bent ziek. Zorg eerst maar dat je goed zwart wordt. Juist, dat doe ik ook. En dan kan je zo zeggen, ja, maar ik mag niet meer van de wet. Wat mag niet meer? Tegenin gaan. Gewoon er tegenin gaan. Terug die Zwarte Pieten. Zo simpel. Nou, dat moet daar al in. Juppa. Dan hebben we salami weer gekocht. Plakjes ketelworst. Denk, hé, en het was niet duur. €1,33. Dus ik denk, nou, dat is ook even lekker om deze nooit zo even te eten. Heb je toch iets gezonds weer, hè? Ik heb nog meer, hoor. Ja. Boterhammenworst, schouderham. Dat moet ik weer in de la straks doen. Grillworst en gekookte Gelderse. Ook altijd lekker. En dan heb ik salami. En wat is dit? Gebraden gehakt. Ja. Dus. Nou, dan heb ik een zak met volk. Nou, die heb ik hier in de la ook alweer als reserve leggen. Deze gaat daar de kast in. Hek hem eens weer. En dan heb ik weer wat nieuws gekocht voor in de huishouding. Maar ik denk ook makkelijk voor mij. En niet alleen nog voor Willy, want die zal wel misschien weer zeggen van dat ze beter met het oude doet. Maar ja, ik laat het jullie zien. Hij was €25, dus duur genoeg. Zo, ik ga hem zo houden. Een telescope, pieze, multi-scrubber, elektrische scrubber, weet ik veel wat nog meer. Want je kan ook, ik wil dat ding waar die steel aan zit, kun je ook alleen nog in je handen houden. Want dat blauwe bovenop, dat is een handvat. Ja. Poetst, schrapt, polijst en reinigt automatisch. Met 1400 vibratie per minuut. Veelzijdig te gebruiken. Keukens, badkamers, wc's, woonkamer, vloeren, zwembaden, tegels en nog veel meer. Praktische telescoopstang om uw rug en knieën te sparen. Tot 102, ja, zeg maar 1 meter 2 centimeter uittrekbaar. Staat 102. Extreme tijd en energiebesparing. Reinigt moeiteloos grote en kleine oppervlakken. Universeel bruikbaar geschikt voor binnen en buiten. Perfect voor vloeren, deuren, armaturen. Wat armaturen is, weet ik niet. Dat zoeken we op Google straks. Ovens, ramen, bad, zwembaden, tuinmeubelen enzovoort. Inclusief verschillende uitwasbare opzetstukken. Voor elke oppervlak het juiste opzetstuk. Maar ik had ook nog ergens gelezen voor de ramen. Waar ik dat nou had zien staan, ik niet meer weten. Maar ik heb het ergens zien staan. Woonkamer, vloer, zwembaden, tegels en nog veel meer. Praktische tegels, blablabla. En ik snap niet meer vloeren. Ja, hier al. Ja, ik heb het wel gelezen. Perfect voor vloeren, deuren, armaturen, ovens, ramen, bad, zwembaden, tuinmeubelen enzovoort. Dus ja, wat wil je nog meer? Ik ga hem eruit halen als ik dat los heb. Dan krijg ik nou 1, 2, 3 los, want ik ben daar te moe voor. Hup.
dan ga ik even goed zitten. Dat is de buis, sowieso. Leeg. Dat is één opzetstuk. Allemaal. Dat is een boender. Dat is een boender. Opladen. USB. Dat is het apparaat. Ik kan nog niet veel snappen, maar dat komt nog wel. En hierheen nog twee opzetstukken. Dat werkt met klittenband, geloof ik, allemaal. Want dit is ook ruw. Dat zit hier neer. En dan het boekje. Ja, dat zal je eerst moeten lezen, ja. Maar ik ben er nou wel blij mee, ja. Echt wel. Maar ja, dat dus. Maar ik doe hem er wel weer in. Want ik heb er nou even nog geen behoefte aan, zeg maar. Die kan daarin. Lacht toch allemaal? Ja, ik weet het allemaal niet eens meer hoe het erin zat. Zo. Ja. Het kartonnetje is er ook niet meer in. Die erin. En dan pakken we die doos. En dan schuiven we er gewoon zo er weer in. En die buis. Nou ja, dat weten we. Dat is een buis. Die kun je eraan doen. Oh, wacht even, andersom. Oh, wil er niet in. Die schaalt eruit, ik moet het er toch ook weer in kunnen. Zo ja. Voilà. Nou, hoppa. Gaat dat gewoon weer dicht. Hoppa. Zo dus, dat dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik geniet van jullie avond, want dat is het al lang al, het is 7:02. Ik ga de troep opruimen, ik ga mijn koffie drinken, die heb ik ook al staan. En ik ga even een broodje maken met zacht gekookte ei. Ja, die tas kan ik ook opruimen, die is leeg. Dus. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei doei. Nou, lief. Zo lief. Ja, we gaan zo naar bedje toe. Hé, joh. Ja, dat dus. We gaan wel lekker naar bedje toe. Want ik ben echt doodmoe. En ik heb alweer geen vlog in elkaar gezet. Ik had het er gewoon niet voor. Nee. Ik heb wel op Facebook gezeten om daar het werk te doen. Ik moest er ook weer eentje toevoegen tot het beheer. Dus ja, dat gaat goed. Ik heb nou 3 dames en 1 heer in het beheer. Dat rijmt, ja. Dus we wachten het af hoe het ruilt en zeilt. Zodat ik het wat rustiger aan kan doen. Ook heb ik in een groep gezegd, een vraag gesteld in een andere groep. Wie het beheer over wilt nemen, zodat ik die groep met een gerust hart los kan laten. Ja, dat ik eruit kan stappen. En dan is groep 2 aan de beurt. En dan zien we wel weer. Ja, ik wil wat groepen kwijt. Mijn hoofdgroepen die behoud ik. En de rest dat gaat fut weg. Ja, dat ben het zat. Meer dan zat. En altijd dat
van het ene naar de andere toe te vliegen. Rust in de tent. Ook ga ik groepen eruit gooien waar ik alleen mijn plaatjes neerzet enzovoort. Willen ze mij hebben, dan komen ze maar in mijn messinger. Maar ik ga dan niet meer al die groepen langs om de plaatjes te delen. Nee, willen ze me dat hebben, nou, dan, worden zij maar weer lid van Plaatjesparadijs. Want die groep behoud ik ook. Ja, dus 1 uur, dat houdt in. Ik ga een kruik klaarmaken, want ik heb steenkoude voeten. Dat wil ik ook wel lopen, want ik heb blote voeten. Ik had geen panty aan vandaag. En dat gaat het morgen waarschijnlijk wel gebeuren, terwijl het nu nog zacht is buiten. Het is volgens die 18 graden, de computer zie ik niet meer, want die is uit. En deze zegt ook 18 graden, even kijken. Ja, 18 graden. Het voelt als 18 graden. Maar ik denk dat het overdag toch wel nog verder naar beneden keldert. Want we zouden ook regen gaan krijgen. Ik weet het niet, maar zo te zien wel. Ja. 1 uur. Nou, het regent niet. 2 uur. Bewolkt. 3 uur. Het regende niet. Net ik buiten was. Oké, het is nou pas net 1 uur, maar het is een beetje dampig. Maar de ramen zijn ook smerig. Het is niet koud, nee. Het heeft niet geregend, dus. Nou, dan komt die zo vast op slot en voor die moet ik gaan staan. Dus de dames die leggen nog zo lekker. Het kereltje ligt daar nog lekker en die pak ik zo op. Die gaat naar boven. En de dames die lopen met mij mee. Dat dus. Mijn waterfles heb ik al gevuld. Moet ik er de kruik nog doen. Ik heb de waterkoker schoongemaakt. De bodem die is helemaal meer kalkvrij. Dat is weer metaal. Je ziet het metaal tenminste weer helemaal kalkvrij weg. Dus daar ben ik wel weer blij mee. En ja, we gaan de boel klaarmaken. Moet jij toch weer naar buiten? Dat mag hoor. Ja, als jij nog even weer naar buiten wil, dan doe ik dat weer los voor jou. Ja? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker met mooie droom. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.